Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag weer een zondag. We leven op 8 september om 13:42. Ja, misschien dat jullie denken van, hé, ze praat anders dan anders. Ja, neuskouwen. Ja, die gebruik ik. Zo stond ik vanochtend op. Gaat goed, meneer Heus? Nee. Maar oké, maakt niet uit. Slokkelodderen gaat mogen kijken. Ik ben wel opgemaakt, ja. Hoi, ook een goede dag. Oh, krijg ik een kusje. Oh, dat is toch lief. Eeuwin. Eeuwin, hé, geef pootje. Eeuwin, geef pootje. En nu wil er een naar binnen. En dat is onze meneer Frodo. Die wil naar binnen toe. Nou, dat mag. Dus gaan we naar de deur. Kijk waar die is. Ja, daar staat hij. Nou, kom dan. Loopt hij weer weg. Je dokerskorst. Frodootje. Ook een goede dag. Het is niks meer aan. Het is grijs en het is triest hier. Zoals jullie dat wel zien. Hey kerel. Hey man. Ook een goede dag. Ben jij? Nee, jij bent ook nog moe, hè? Ja. Ja, je wou niet eens naar beneden, hè? Nee, wat voor dikkie. Je wou niet eens naar beneden. Oh, god, je dikke doosje toch. Dan moet je nou ook eten. Jij hebt brokken staan, hè? Zo. Kun je zo met je lampenkap overheen. Ja. Dus je kan eten als je wilt. Ja. Maar, Eeuwen en Gandalf niet. Nee. Gandalf zit daar. En dan gaan we straks daar ook eten voor maken en voor mezelf. En daarna gaan we deze puinhoop weer opruimen. Ja. Ja, ja. En ik had me gisteren zelf verwend met mosselen. Met cocktailsaus. Ja, dat is lekker. Maar ja, jij wilt ook een meisje. Ja, we gaan de boel doen. Ja. Maar oké, ik wil ook koffie. Dus ja, dat gaat ook allemaal door. Ik ga dat eerst lekker allemaal doen. En lekker genieten van mijn vrije zondag. Ik ga nergens naartoe. Nee, geen zin in. Ik zou niet weten waar naartoe, want er valt niks te doen. Ik kreeg wel vanochtend vroeg. Schrok ik maar erop. Want er werd met een klap met die brievenbus gedaan. En daar lag het krantje van zondag in het mandje. Het zondagskrantje. Dat is een gratis krantje hier. En die man die het brengt, ik heb niks tegen buitenlanders, want het zijn ook mensen van, net zoals wij, van vlees en bloed, door God geschapen. Maar het is niet een leuke, lieve vent. Nee, het is niet een leuke man. Nee, echt niet. De ene keer komt hij op vrijdag en je mag tot 9:00 de kranten bij de mensen door de brievenbussen doen. Daarna mag het niet meer. Maar maakt hem niet uit, al zal het 11:45 wezen. Ja, leggen dan al mensen rond bed. En die ook hondjes hebben. Die hondjes gaan tekeer, maar dan hoort Frodo dat ook weer. En die gaat ook weer tekeer. Ja, maar nee, niet een leuke man. En dan komt hij, dat is 19 keer dat hij dat op vrijdagavond doet. Of op zaterdagavond. Dan krijg ik hem vanochtend door de brievenbus. Ik heb klachten ingeleverd, er zijn al meerdere mensen geweest die klachten ingeleverd hebben over diezelfde bezorger. En er wordt wel met hem gesproken, wordt er gezegd tegen ons. Als ik baas ben en ik praat met zo iemand en hij volgt dat niet op. En hij doet het nog een keer en hij doet het nog een keer. Nou, hallo, 3 keer is scheepsrecht bij mij. Dan legt hij eruit voor jou 100 anderen die het willen doen. Ja. Er zijn heus nog wel mensen die een zakcentje erbij willen verdienen. Maar ja, maakt niet uit. Museumschepen weer open voor het publiek. Nou, hoepie. Ik kom er niet op.
ben bang van schepen, alles wat zwaart, ben ik bang van, alles wat vliegt, ben ik bang van. Kom maar niet in of op. Dus, maakt mij niet uit. En ik heb een scootmobiel en met een scootmobiel kom ik er ook niet op, niet op die schepen. Wel op de Texelse boot, want die heeft zijn opredplaat, maar daar kom ik ook niet op. Nee, ik ga niet naar Texel toe of naar wat voor een eiland dan ook toe. Nee, blijf mooi aan deze kant van het water. Ja, durf wel te zwemmen, maar ook dat kan niet meer, want ik kom niet op een strand. Ik kom niet bij het water, dus. Maar oké, ik mis mijn oorbellen nog, voel ik. Ja, mijn bovenste knopjes waar ik wel mee slaap, maar dat is dat nog niet. Maar ja, maakt niet uit, van een lang verhaal kort verhaal te maken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag. Genieten van met z'n allen, met wat jullie gaan doen. Gaan jullie op visite, gaan jullie naar oma, naar opa, weet ik van wat. Doe ze allemaal de groeten en... laat eens een keer wat eronder staan. Heb je eens een keer een vraag of weet ik van wat. Ja, is leuk toch? Dat hoor ik graag. Hebben jullie vragen aan mij, weet ik veel, waarover? Vraag gerust. Als je er een antwoord op krijgt, is vraag 2. Maar oké, dat zien we dan wel weer. Maar je krijgt altijd een antwoord. Ja. Ook als je het niet mag weten, dan zeg ik van, oh, sorry, daar wijd ik me niet over uit. Dat is privé, maar voor de rest, ja, je mag me alles vragen hoor. Kom daarop, zet het er maar onder. Ik zeg het, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes retour gekomen. Ik heb druk aan het werk geweest. De vaatwas is aan het draaien, de vaatwasser. Want het aardigt is keurig, netjes, mooi schoon. Ook de kookplaat kun je in glimmen. Ook die is mooi schoon. Kraantje poets ik ook altijd op. Er zijn mensen die laten die kraan gewoon zoals die is. Maken hem niet schoon. En dat vind ik vies, want er zitten bacteriën aan enzovoort. Ik heb eens een keer bij iemand geweest. En ik kwam van de wc af. Die had nog een ouderwetse wc zonder wasbakje. Dus je gaat naar de keuken toe om daar je handen te wassen. En ik pak ze, ja, het was zo'n draaikraan. Ik pak die dop vast. En gasverdorie kleven. Dus ik heb dat ook eerst me schoongemaakt voordat ik mijn handen ging wassen. Gadverdorie, wat raar zat. Ik weet het de hele dag nog niet. Maar het kleefde aan alle kanten. Het was vies. Die hele kraan was, nou, zoals bij mij, zilverkleurig. Maar dat was bruin. Nou, ze hadden gelukkig wel nog wat glasvlek staan, zo'n beetje. Tenminste, glasvlek, ze ontvetter. Daar heb ik het mee schoongemaakt. En daar blonk me weer tegemoet. Ik denk, kijk, het kan wel als ze maar willen met die mensen. Ja. Ze hadden overal lak aan. Ik vind het al erg dat mijn vloer kapot is. Dat vind ik heel erg. Ik vind het ook erg dat mijn diertjes verharen en allemaal haren. Maar ja, dan moet je geen dieren nemen. En ik ben gek op dieren, dus ik heb dieren. Punt. Ja. Maar in ieder geval, ik zit er toch verder zo netjes bij op die vloer na. Ja, ik heb me, goede meubels. Ooit heeft een van mijn poezenbeesten, en die liet er geen namen achter. En ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik zal hem even omdraaien. Hier hangen draadjes los. Dat hebben de poesjes gedaan. Maar die stoel daar in de hoek, nou, die toon ik jullie maar niet, want dat is een heel stuk, dat is kaal, dat is helemaal kapot. Dus, maar ik, het bankstel heb ik al, nou, boe, toen was ik nog met mijn jongste dochter, haar vader. Ja, en daar ben ik niet mee getrouwd geweest, maar toen hadden we eerst senioren stoelen en toen wouden we daar vanaf, toen hebben we, gingen we uit van bankstel en toen was er een vrouw die had een advertentie in de krant gezet. En dat zag hij toen. En daar zijn we op afgegaan en er was een splinternieuw bankstel.
van een oudere dame, die was overleden, maar ze had het net gekocht. Ze hebben er misschien 2-3 keer op gezeten toen is ze overleden, dus ja. Dat laat je dan niet staan en het was een mooi hoog bankstel. Dus met een bijbehorende eethoek erbij. En ik dacht, ja, die eethoek heb ik dus ook al niet meer. Nee. Dat, ja, ik heb er nog drie stoelen geloof ik er nog van. Ja, de logeerkamer staat er één. Mijn kamer staat er één. De kattenkamer staat er één. Dus nog 3 stoelen ervan. Maar die zien er ook niet netjes er meer uit om ze beneden te hebben. Ja, oké, is er eentje jaar, dan maak je er even eentje schoon en dan komt hij naar beneden. Maar echt om nou, nee, fatsoenlijk, nee. Maar in ieder geval, ik ben blij met deze eethoek. En deze komt weer bij mensen vandaan uit Bolsward. Ja, en daar ben ik heel erg blij mee, met zo'n stoeltje. Ja, het past er toch ook mooi bij. En vooral bij die kast. En die kast heb ik van mijn moeder geërfd. Dus ja, waarom niet, hè? Een antieke eethoek erbij. En ze zijn nog loodzwaar ook. Ja, ook dat nog. Maar ja, oké, ik ga even reclame naar sneupen. Even leuk. Doe ik bijna nooit. Maar ik vind het wel even leuk. Eventjes bakje koffie, koekje er nog bij. En dan ga ik straks achter de computer. Ja, renderen. Moet renderen. En de camera moet ook leeg. De GoPro van gisteren moet nog leeg. Dus het komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Ik ben neusverkoude. Maakt ook allemaal niet uit. Daar word je ook een beetje lodderig van. Maakt me ook niet uit. Ik ben niet ziek, niks. Nee, ik voel me ook niet ziek. Ik ben lodderig door die neus. Nee. Daar heb ik dit voor. En ik nies mijn eigen af en toe, ik weet niet wat. Maar het zit los. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zeg zeggen, geniet van de herfst weer. Want het is echt herfst. Het regent. Het is weer droog. En dan, maar koud vind ik het niet. Nee, ik heb de deur open gehad even. Maar het is niet echt te benoemen koud. Ja, 90 graden, oké. Okay, nou ja. Lekker belangrijk. Het is nog niet zo koud dan het van de winter misschien gaat worden. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ga de bossen in de natuur in. Lekker. Ja. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Het is alweer, hoe laat even? 16:36. Ja, dus dat is, oh jee, Rijksplits kwijt weer hoor. Ja. Ik zit mezelf te luisteren, want ik ben met vlogs bezig. Aan het renderen en uitzoeken, noem maar op. We leven nog steeds op zondag 8 september. Ik heb vandaag ook een WhatsApp bericht gekregen. Ja. Ja. Ik zal hem even voorlezen. Ik kan lachen. Van mijn begeleider, die dus vakantie had. Het enige wat meneer zegt is, morgen weer. Ik begin altijd, en vooral zo vroeg, om 9:59 en dat op zondag, bijna 10:00, van goedemorgen. En dan desnoods de naam van je cliënt erbij. Goedemorgen. Ik wou even mededelen dat ik er weer ben en dat ik morgen weer van de partij ben of zoiets dergelijks. Ja, of dat ik morgen weer kom. Maak het er een beetje leuk van en niet morgen weer. Wat, morgen weer? Huh? Gaat het weer regenen? Ja, die mensen zijn er ook nog bij, hè? Die zo gaan denken. Die zijn, ja, die mensen die hebben dan een hele grote achterstand of wat dan ook. Maar ik ken iemand die dat zo zou denken. Of morgen zon, wat, morgen weer? Wat? Vertel. Ben nieuwsgierig, weet je? Ja, nou, zo ben ik dus niet, dus ik heb hem een duimpje gegeven, bekijk het maar. Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik ben... Ja, oh ja, kijk, ken hij, als het tenminste niet regent, ken hij de bessenstruik snoeien. Er hangen bessen aan, maar die zijn... Daar kom ik niet aan, nee.
De vlinderstruik die moet weer bijgesnoeid worden, noem maar op. En dan kan hij dat mooi gaan doen. En even zien of hij de vuilne, de container, de grijze container even aan kan duwen. Want daar heb ik de kracht momenteel niet voor. Maar in ieder geval kan hij dat mooi doen als het een beetje droog weer is. Ja toch? Ja. Vind ik van wel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder naar mijn eigen, Daro. Ik zie me alles doen. Dat, ja, ik moet daarmee in de gang. Ik ben allemaal filmpjes aan het uitzoeken, et cetera. En dan moet ik nog renderen. Nou, dat renderen gaat wel vlug met het uitzoeken. Ja, van vorige week nog. Van zomerdromen in het Zutphenpark. Vorige week zondag. Dat is een week geleden. Kun je nagaan, dat moet nog in elkaar gezet worden. Ja. Van een week overheen. Zo veel filmpjes heb ik. Kun je nagaan. Ja, ja. Maar oké, dan kan ik ook eens een keer een dag niks doen, weet je. Want het staat ook lekker op YouTube. Staat het allemaal ingepland. Staat ook een hele rij. Ja, hoef ik ook een dag lekker helemaal niks te doen. Ik kan lekker ook uitzieken of lekker helemaal niks. Ook een keer niet filmen. Is ook wel eens een keer lekker. Dus ja, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Hier al regent het steeds, het is triest. Frode woonde net al naar buiten, maar die keerde alweer om naar binnen te komen, want het regende hem te hard. Dus, maar zo te zien is nou aardig weer droog. Dus ik zal hem zo naar buiten laten. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb een heleboel gedaan. Enkel nog niet gerenderd, maar ik heb hem al wel klaarstaan om de boel in elkaar te zetten. Maar ik heb eerst allemaal die filmpjes die ik de afgelopen weken heb gemaakt, uitgezocht. Zoals gisteren was ook een hele boel. Maar dan moest ik helemaal uitzoeken van wat komt waar. Want omdat je de GoPro ook mee hebt. En met deze camera ook gevlogd heb en zelfs ook de GoPro vergeten ben uit te doen en weer vergeten ben aan te doen. Nou ja, je weet het, als je vol zit in de andere dingen om je heen gebeuren, dan word je wel eens afgeleid van hetgeen waar je mee bezig bent. Ja, en zoals nu ook, ik ben zo half als ik weet niet wat. Ja, mijn neus die loopt pleeg, ik heb wel een emmer eraan hangen. Karin die heeft nog gebeld, dus ja, dan zit je ook weer even stil, kan je ook niet verder. Het is al laat, ik zal even kijken hoe laat het al is. Het is 19:56, dus bijna 8 uur. Ik ga eten voor mezelf klaarmaken met noedels. Ik heb de soeppan op. Ik heb, welke noedels zijn dit? Nou ja, kijk zomaar maar. Dus ik kan het amper lezen momenteel. Gosje, en een blikje met dorpetjes en worteltjes erdoorheen. Dus dat komt allemaal goed. Goh, mensen, echt abnormaal. Die neus die blijft maar kriebelen en doen en maar lopen. Maar ja, het is één kant. Die kant is het links dus. Ja. Maar oké, ik heb de keukenrol, tenminste klozetpapier, heb ik bij de hand hoor. Ja, en die heb ik ook bij de hand. Dus het komt allemaal goed. En ik moet ook pijnstillers innemen, want dat drukt ook op mijn hoofd. Dus ja, deze dame is gewoon, de griep even te pakken. Nou ja, komt ook wel weer goed. Ja toch? Ja hoor, komt allemaal wel weer goed. Ik zal wel gisteren ziek zijn geworden, ik denk door de kou en nattigheid, et cetera. Of er heeft er eentje naast me gestaan, die heeft me aangestoken, ik weet het allemaal niet. Maar het zal, ja, lekker belangrijk. Ja toch, gebeurt nou eenmaal. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ga ik ook proberen te doen. En voor later op de avond, als jullie gaan slapen, welterusten, slaap lekker. Met mooie dromen en hopen dat we morgen weer wat gezonder op mogen staan. Ja toch? Ja, vind ik van wel. En jullie ook gezond op uit je bed komen. Ja, dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot dan. Doei doei, tot morgen. I got no rules, I count them.